Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today I will show you a traditional South African recipe. Some people call it roosterkoek, others call it roosterbrood. It originated from a time when people still cooked food over an open fire. Today it is still very popular among South Africans. If you like this kind of videos, give the video a thumbs up and subscribe down below. Because I'm still young, I searched for someone who can teach me how to make roosterkoek the traditional way. And this is what I found. I would like to thank Sarel de Tooy for his traditional South African music called Boere Musiek. With me is Irene. She grew up in this area and she is the best roosterkoek maker. She will be showing us how to make it. And I would like to thank her for being here with us today. I would like to thank the owners of Nieuwe Fonteinskop Guesthouse for letting us use their facilities. The guesthouse is in Kotzesrus. Kotzesrus is a small village in Namakwaland. Namakwaland is a region in the northwestern part of South Africa. It is most famous for its beautiful veld flowers in the springtime. We are in Namakwaland because, as far as I'm concerned, this is the origin of roosterbrood. We are in a traditional kookhuis. A kookhuis is a traditional setting built from bushes and sticks to protect the people from the wind. It was used when people still cooked food on an open fire. The owners of the guest house built this kookhuis as a replica of how it used to look. And today, I'm very honored to be able to show you how to make roosterbrood in a traditional setting. Make a fire. Wat gaan jullie doen? We smeet nou die meel in. Oké. Dus 6 kopjes meel. Gaan jullie die hele pakje ingooien? Nee. Nee. Ik gooi niet die hele pakje in. Ik ga net zo'n lippertje ingooien. Zo'n klein beetje. Zo'n lepel en half. En dan gooi je zo'n klein beetje suiker. Zo laat die jes niet. Zo geur niet te deur komen. Oké. Zo die suiker activeer je te geur. Oké. Nou gaan we zo'n lepeltje zout in het water. Klein beetje. Lauw warm water. Nou roeren ze. En schuif ik hem op. Nu maak ik hem door elkaar. En nu gaat het in water en dan gooi je het in. En dan knoer je. Oké. Hoe komt het water lauw warm is? Hij moet lauw wees. Zodat die zuur die kan oplossen. Oké. En die meel. En als je van sierdeeg praat, dan praat je van die yes. Oké. Hij is aangereikt, maar hij moet droge knieren. Als je zegt droge knieën, wat betekent dat? Je hand moet schoon zijn. Oké. En als je hem niet droog knieën, dan ga je zulke blinkstensel maken. Ja. Dan moet je weten. Dan is hij nog niet degelijk deurgeknoeid. Oké. Die deeg voelt ferm en elastisch en mijn handen is schoon. Conversie krijg, dat is onder die skottel zit. En dan een plastic zak boer. Ja. En dan nog een conversie boer. Oké. Dat die net kan warm blijven. Als hij mis nou klaar is, moet Osso mis nou een lauw plek toemaken.
So hy is nou dubbel in grootte. Ja. En dan gaan hy hem nou net weer af. Nee. Dan kom hy so net weer af. En dan maak hy hem weer so toe. En dan gaan hy weer loopje toe. Oké, okay, hoe kom knie ons hem af? Dan gee hy ook die ergste sierdig smaak. Oké. Okay. Ja. Ik kan ook nog zelf voelen, veel anders dan de eerste was. Ja, ik voel me niet meer taaier. Ja. Oké. Zo, mensen moeten daar nog meel bij voegen waar hij taai voelt. Nee, hij moet nou niet zo blij. Hij moet niet zo blij. Rien, wat is nou bezig om te doen? Nou brandt dus je rooster af. Al hy vet terug en afbrand. En dan vat dus op papier. En vees het af. En dan, as is het klaar afgevee, dan vat dus die rooster. Krap is die koele uit. En dan sit die rooster boe op die koele so dat het een lauw blij. Ja. En dan so lang snij ons die deeg en dan sit het sy op. Okay. Hoe gaan jy so mylik die strooi? So let die deeg kan vast sitte. Okay. Nou die helft van hem nou rol hem so op. Hem op en neer, dan rollen ze hem uit. Zo, hoeveel stukken snij je nou uit die eik? Uit die is 6. Kom, gee gaan mens het nie nou weer laat reis hier, want gewoonlik laat reis mens ons een brood voor het jou. Maar hoekom gaan hy moeilik vier toe nou gaan? Hy reis op die rooster, kyk, jy gee nie baie koole nie. Net so een bietje lauw. Nou dan sit jy hem op die rooster, hy reis op die rooster. Okay. Elke nou kan ons het maar opzet. Hoe warm is die koole min of meer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 tellings.
So jy kyk my heeltyd net om totdat dit reg is. Hoekom moet hy eerder stadiger gaar gemaak word as vinniger? Ek kan hier kan my binnekant gaar. Maar sê jy maak dit veel koeler onder en brand hy en dan as jy misschien hier kan my gaar op die binnekant. Okay. In totaal, hoeveel keer draai hem om? As hy so is, soos nou, dan draai ek hem net een keer om. So hy draai hem in die hele proces een keer om? Ja. So hy gaan nou glad weer omgedraai word? Nee. As hy nog omgedraai raak, dan word ek op die see. Okay. Verstandig. Hoe was het om groot te word hierso? Ek dis mos nou wêreld wat ek gehad het ken en dink nie jy's baie mense besef eintlik wie dit was om groot te word. Nee, ek het eintlik in die Makulan daar in Molsvlei soos ek nou. So hulle me sê Molsvlei. Daar het ek groot geraak, daar het ons hierdie asbrood geëet onder die as maak. Ook soos jy vier maak. Ja. Dan het hulle altyd in die rivier so wat sand geloop haal en jy in die erd gooi. Dan maak hulle bo op die sand vuur en dat hulle ook so geknie in. As die erd warm is, dan het hulle die deeg gevat en so plat gedruk as hy gereis het, plat gedruk en meel in die erd gegooi en dan die deeg in die erd gesit en met sand, as toegegooi. Dit het hulle gesê, die asper. Ja, soos ek weet om kyk, gaan ek my wys om dit te maak. Hoekom sit jy op die kant neer? So dat ek kan van die kant af ook gaarak. Dat ek kan dwars hier binnenkant toe. Okay. Gaarak. En het julle al julle koes op die vuur gemaak? Ja, ons het hem op die vuur gemaak. Die tyd was daar nie vir krag, soos nou. Daar by ons is nou krag. Die tyd was daar nie krag. Het julle ook een buitenoond gehad, of het julle maar as julle iets van gebak nee. Het in die aas gesit of onder die vuur? Buitenoond. Het julle een gehad? Buitenoond. Het julle, okay. Uit die muur voor uitgehol of? Ja. Okay. Wat het julle min of meer geëet in jou groot word jare? Skaap, bok en daai tyd toe is het maar ook 'n droë wêreld. Ek weet nie of ken van hulle het gesê kleintjies. Baie mense maak hom so soos een waterkleintje. Ook jy maak die meel aan. Ja. En dan skep jy dit met die lepel. En dan sit jy in die pot, dat jy so kook. Ja. Nou en dan kook jy so en dan. Het baie mense mos met suiker in die water ingegooi, dat jy net so soet smaak. Toe jylle groot geword het, wat het jylle as kinders gedoen in die omgeving om jylle self bezig te hou? Ons het altyd poppies gespeel. En dat is by die huis. As die ouwers wil nie, is moet die doen nie. Maar as stil, wat is dit? Wat is aardappels? En rys? Ja. Miskien daar, as daar die ene stukkie vleis in die handen kry nie. Dan laten ze die seens voor ons volstiet. En dan maak ons nou een pootje. Dan speel ons nou poppies. Okay. Dat is nou onze kostjes. Okay. Wat ons dan nog maak. Okay. Dan koken ze een aardappeltje en een rijstje. En een voeltjes, wat is gestieten. Ja. Dat is nou onze kost daar. Okay. Thank you.
Hoe weet mensen die brood is kraan en reis? Ik weet nog, vat je dan voel je. Ze voelen is lucht. Ja. En dan ze gaan. Hoe denk ik om zo'n vat? Ja, nou ja. Oké, okay, ja. Het is warm. Hij voelt lucht voor me. Ja, hij voelt lucht. Oké, okay. We gaan terug. Als je een mes insteekt en het komt schoon uit, dan is het gaar. Roosterbrood is best enjoyed piping hot straight from the grill smeared with butter. It is an important part of South African braai and it can be served with butter, honey, jam and cheese. Proef mij baie lekker, smaak jy reg? Is baie lekker. Is reg. Ek wil net baie dankie sê dat jy vir ons gewys het om hierdie baie lekker roosterkoek of roosterbrood te maak. Dis regtig, ek het baie geleer hier uit en ek dink baie mense sal baie leer hier uit. Ek dink ons allemaal maak een klomp foute waarvan ons nie geweet het nie. So baie dankie. As a young South African, this was not only about the recipe, but unexpectedly, I captured a bit of history. The history about the roosterkoek and the history about how people used to grow up in Namakwaland. Please remember to like and subscribe, and I will see you next time. Bye guys.